Goedemiddag, leerlingen van het sint gertrudis College Wetteren. Ik maakte dit filmpje omdat je misschien niet toegang had deze ochtend tot Smart School Live. Sommige leerlingen hadden de link niet ontvangen, daarom deze film. Als je naar de startpagina gaat van uh, jullie school, van sint gertrudis College, dan ga je eigenlijk naar vakken. Naar het BO derde jaar. En daar ga je eigenlijk onmiddellijk twee filmpjes zien. Voor inspiratie voor je derde opdracht, namelijk het ontwerp van drie kerstkaarten voor het kinderziekenhuis UZ-Gent. Als je hier links onder documenten klikt, dan ga je eigenlijk mijn mapje terugvinden met mijn naam. Daar klik je op. En dan ga je naar opdracht 3 in kleurtekeningen kerst. Ik heb daar de afspraken gezet voor de online sessies, maar dit is nu niet van toepassing, anders zou ik dit filmpje niet maken. Maar je vindt daar eigenlijk een overzicht terug, zowel van je tweede opdracht van je dier. Ik heb wel de indiendatum aangepast. Volgende week, tijdens het contactonderwijs, geef je gewoon al je tekeningen afgewerkt af. Dan heb ik ook de volledige derde opdracht die ik vorige les heb uitgelegd, de drie inkleurtekeningen, voor het thema kerst, hier eigenlijk volledig uitgeschreven voor jullie. Jullie gaan dus niet één kleurtekening uh, verzinnen, maar drie. Belangrijk hierbij is dat je tekening kan worden ingekleurd door de kinderen die in het kinderziekenhuis verblijven. Nu, wat is eigenlijk een inkleurtekening? Een eenvoudige lijntekening waarbij aandacht is om iets zo eenvoudig mogelijk voor te stellen. Zijn een heel groot succes bij bedrijven, bij bepaalde thema's, zoals Sinterklaas, waar ik een kleurboek voor heb gemaakt. Maar jullie gaan dus rond kerstmis uh, drie kleurplaten ontwerpen. Een wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat, ook al ben je zelf niet altijd creatief, dat kleurboeken voor volwassenen of voor kinderen eigenlijk iedereen kan helpen rust te vinden bij de alledaagse rush van het leven. En laat nu net datgene belangrijk zijn in tijden van crisis, zoals vandaag. Dat de mens creatief aan de slag blijft in zijn denken en in het creëren van werk. Kunst heelt aandacht voor het vereenvoudigen van een voorwerp is hierbij belangrijk. Onthoud altijd dat met het minimum aan middelen die je thuis hebt, het maximum aan zeggingskracht in je tekening kan plaatsen. Voor het kinderziekenhuis gaan jullie drie inkleurtekeningen maken met het als thema kerst. Ik vind in het document ook verschillende links terug met voorbeelden van kleurboeken. En ik heb hier ook een mooi voorbeeld geplaatst van het kleurboek van Karel Kneut, die hij publiceerde samen met zijn prentenboek over vogels. Hij heeft zelf al de aanzet gegeven om verdere kleurplaten in te kleuren. Maar uh, veel illustrators vertrekken steeds ook van bestaande foto's uit de natuur of hun omgeving. Je kan dus altijd foto's of afbeeldingen opzoeken op internet en daarna tekenen. Hier zie je een mooi voorbeeld van mijn eigen werk. Je kan eigenlijk uh, van mijn volgende boek, dat zal volgend jaar gepubliceerd worden, De Verzonken Stad Atlantis, hier de link terugvinden naar een trailer. Maar ik toon jullie deze afbeeldingen omdat ik eigenlijk ook altijd eerst lijntekeningen maak en daarna maak ik de keuze welke techniek of welke toepassing ik gebruik om mijn tekening in te kleuren of om mijn verhaal beter te kunnen vertellen. Ik zou dit boek dus volledig kunnen uh, publiceren als kleurboek en kinderen zelf de inkleurplaten laten maken. Ik heb ook een beetje geschiedenis in het document gezet over het Universitair Ziekenhuis Gent. Stel dat je later verder studeert aan de universiteit of Artevelde Hogeschool of Hogeschool Gent, dan gaan heel veel studenten kunnen stage doen in het Universitair Ziekenhuis Gent. Met die links kan je ook informatie terugvinden over het Elisabeth Kinderziekenhuis. En ik overloop met jullie het stappenplan hoe je nu eigenlijk tot drie inkleurplaten kan komen uh, voor die opdracht. Je brainstormt eerst goed over het thema kerst. Hoe brainstorm je? Je pakt gewoon een blad papier, je schrijft daar in het midden kerst op en het eerste wat in je opkomt, schrijf je daar rond. Je denkt dus eigenlijk eerst onbewust na over het thema en daarna denk je goed na over hetgeen je hebt opgeschreven, wat je eigenlijk wilt tekenen en hoe je dat gaat uitwerken. Je mag zelf kiezen wat je gaat tekenen. Je kan je laten inspireren op verschillende thema's, zoals de zee, de natuur, een landschap, fruit of groente. Alles wat te maken heeft voor jullie met kerst kan je eigenlijk tekenen. Je kiest dus zelf een thema, maar zorg dat je zelf creatief aan het werk gaat. Je kan perfect een close-up tekenen van een kerstroos of een marretak of een stukje hulst, of misschien één versierde kerstbal tekenen op je plaat. In plaats van een hele kerstboom, uh, vereenvoudig dus een afbeelding waar dan je naar tekent, zodanig dat je eigenlijk een mooie, eenvoudige inkleurplaat kan maken. Nu, wat zul je nodig hebben? Je hebt eigenlijk een potlood nodig, een gom, een tekenblad en een blauwe stift of fineliner. Heb je geen blauwe stift of fineliner, mag je gerust gebruik maken van een gewone inktpen. Een blauw inktpen of een blauw potlood of een blauwe stilo, maar zorg ervoor dat je lijnen niet te fijn zijn. Deze eerste inkleurplaat die ik maakte is misschien wel moeilijk om in te kleuren voor hele kleine kindjes of kleuters. Hoe eenvoudiger je je tekening zal maken, hoe makkelijker het zal zijn voor kleuters om de tekening in te kleuren en er zelf creatief zaken te kunnen bij verzinnen. Dit is de opdracht, volledig uitgelegd. Ik hoop dat jullie nu weten waar je ze kan terugvinden. Je vindt hier ook evaluatiecriteria terug, ook al krijgen jullie geen score. Jullie krijgen een kleurcode bij elke competentie of vaardigheid bij die opdracht. Zoals blauw, de hoogste score, dan heb je een 4. Heb je groen, heb je 3. Heb je geel, heb je 2. En heb je rood, dan heb je eigenlijk een tekort voor een onderdeel. Maar zo krijgen jullie ook eens inzicht over hoe ik punten geef en op welke vaardigheid en attitude je eigenlijk een score krijgt toegekend. Jullie evaluatiefiches zal je kunnen terugvinden onder score en jullie evaluatiefiches zullen ook worden uh, uitgeprint en in je eerste rapport van het eerste semester worden uh, geplaatst. Ik hoop dat jullie hierbij... En beter duidelijk zicht krijgen van de opdrachten die je moet maken. Dus volgende week, uh, onder het vak Plastische Opvoeding, kijk op je gemak eens naar de inspirerende filmpjes die ik maakte. Die kan je ook zien op YouTube trouwens, als je gewoon mijn naam intikt. Onder uh, YouTube kom je op mijn kanaal terecht en daar zal je ook alle filmpjes die ik maakte makkelijk kunnen terugvinden. Ik wens je alvast heel veel creativiteit en ik zie jullie graag volgende week tijdens de les. Dag!